Een Almeerder wordt beschuldigd van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het gaat om de 36-jarige Guillermo B. Hij komt aanstaande woensdag voor het eerst voor de rechter. Het winkelcentrum van Almere moet compacter worden. Dat wil de ondernemersvereniging Stadshart. Die denkt dat het centrum dan levendiger kan worden. Grote zaken als Hudson's Bay sluiten de deuren en slaan daardoor een flink gat in het winkelplezier. En Nova uit Kruil is een superpopulaire TikToker. De filmpjes die zij plaatst op het social media platform TikTok worden door duizenden mensen bekeken. En dat doet wat met je, zegt Nova. Ik was vroeger echt een heel verlegen meisje. Ik zei niet zoveel en ik was wel een beetje in een hoekje. Maar door dit heeft me wel echt veel meer zelfvertrouwen gegeven. Dus ja, ik merk ook wel dat ik in het echte leven nu ook veel meer enthousiast en weet ik veel wat allemaal ben. Dus echt wel, het heeft me echt wel veranderd. Het is maandag 6 januari. Dit is Flevoland. Goedenavond. Een 36-jarige Almeerder wordt verdacht van het medeplegen van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Formeel wordt hij verdacht van moord in vereniging. Dit wil zeggen dat hij en meer mensen van deze moord worden verdacht. Wiersum werd op 18 september op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan T. hoofdverdachte is. Hij werd afgelopen maand opgepakt in Dubai. De Almeerse verdachte werd op 1 oktober opgepakt. Rond die tijd werd in de Kamgrasstraat in Almere ook een Opel Combo in beslag genomen die na de moord als vluchtauto was gebruikt. De Almeerder moet volgende week woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. De zitting is in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam. Het gaat dan om een voorbereidende zitting. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt. Het aantal vierkante meters aan winkelgebied in het Almeerse Stadshart moet omlaag. Dat vindt de ondernemersvereniging Stadshart. Op die manier moet de levendigheid in het centrum verbeterd worden. Vorige week sloten de Society Shop en Hudson's Bay de deuren. Vandaag komt daar nog damesmodewinkel Steps bij. Ook deze keten stopt. Om het centrum levendig te houden, moet het kleiner worden. Dat doen ze in heel veel steden momenteel. En de retail zal in de toekomst verder krimpen. Dat is wat u wil. U wil minder vierkante meter winkels in het Stadshart. Ja, dat klopt. Andere functies toevoegen in de binnenstad, zoals horeca, dat zie je heel sterk, maar ook onderwijs en vooral wonen. Er moet meer gewoond worden in de binnenstad. Onze binnenstad kent nog geen 5000 inwoners. Dat moet echt groeien met tot 10.000, 15.000. En dan krijg je ook meer reuring in de stad. En de binnenstad is er uitermate geschikt voor om meer functies toe te voegen als alleen maar winkels. Dat zal effect hebben dat mensen hier langer verblijven. Als je meer functies toevoegt, krijg je meer belevenis in het centrum. Dan hoeven de mensen niet alleen maar te winkelen in de binnenstad, maar dan kunnen ze ook heel veel andere dingen doen. Verder vindt de ORT dat niet alleen ver in de toekomst moet worden gekeken met lange termijnsvisies en plannen van aanpak. Het moet korter, flexibeler. Van die langlopende huurcontracten van 10, 15 jaar, dat is niet meer van deze tijd. Je moet flexibel zijn in bestemmingsplannen, wat wij inmiddels hier in de binnenstad ook hebben. En ook de vastgoed, maar ook retailers moeten snel kunnen schakelen op de veranderende wereld om ons heen. De toekomst ziet er gewoon anders uit. Minder meters. Internet is een grote speler aan het worden. En dat groeit, dat zal in de toekomst verder doorgroeien. Ja, daar moeten we gewoon rekening mee houden en daar moet je visie op maken. Het plan om het winkeloppervlak in Almere te verkleinen kan ook de goedkeuring krijgen van Gert-Jan Slob. Hij is directeur van Locatus, een bedrijf wat winkelcentra analyseert. Het Almeerse Stadshart heeft volgens hem zeker nog een toekomst. Een winkelcentrum, daar kun je eigenlijk niet meer over spreken. Je moet het echt hebben over een stadscentrum, waar je eigenlijk moet proberen als een gemeente zoveel mogelijk ontmoetingsfuncties bij elkaar te krijgen. En dat is inderdaad het stadhuis, dat kan medische voorzieningen zijn. Onderwijs is inderdaad een hele goede, alle culturele voorzieningen die je er maar in kwijt kan. Ik denk dat dat wel een trendbreuk is ten opzichte van een aantal jaren geleden, waarin toch voor heel veel voorzieningen werd gekeken of je in de aan de randen kwijt zou kunnen, omdat het daar goedkoper was. Ik denk dat nu de laatste jaren echt gekeken wordt om zoveel mogelijk publieke voorzieningen echt in het centrum, om het centrum gewoon de ontmoetingsplek van een stad te laten zijn. En door die andere voorzieningen, die brengen toch meer levendigheid ook op andere momenten, denk ik. En daarmee ook meer sociale veiligheid, wat ook nog weer een groot voordeel is. In een lege winkelstraat voelen mensen zich niet veilig. Als er meerdere mensen op straat zijn, voel je je er ook weer veiliger. Dus ook dat heeft weer meerdere voordelen. Dus eigenlijk wordt het er alleen maar beter van. Ja, als dit lukt,
is dit natuurlijk een verbetering. Ik denk dat met het aantal winkels de komende jaren nog wel wat verder zal blijven dalen. Dus als je niks doet, neemt de leegstand nog meer toe en verslechtert de situatie. Dus daar moet iets aan gebeuren. En ja, de gekozen oplossing die ik nu hoor, dat lijkt mij inderdaad een hele logische. De kerstvakantie zit er weer op en dus gaan ook de kinderen weer naar school. Maar staat er wel een leraar voor de klas? Steeds vaker gebeurt het dat klassen geen meester of juf hebben. Het lerarentekort. Omroep Flevoland heeft samen met andere regionale omroepen een meldpunt geopend om de omvang van het lerarentekort in kaart te brengen. We hebben zoveel geld en zoveel middelen te besteden en dan moeten er kinderen naar huis omdat er geen leerkracht is. Eigenlijk is het ook te gek voor woorden. De scholen beginnen vandaag weer, maar door het lerarentekort zijn er problemen om vacatures te vullen en zieke leerkrachten te vervangen. Daardoor staan er onbevoegde mensen voor de klas, worden leerlingen verdeeld over andere klassen of zelfs naar huis gestuurd. Hoe groot de problemen precies zijn, is echter niet duidelijk, omdat dit nergens wordt bijgehouden. Wanneer kinderen naar huis worden gestuurd, moet het wel melden. Maar als er een invaller komt of een zieke leerkracht of een klas wordt verdeeld, niet. Want ze zijn op school, krijgen dus gewoon onderwijs en hoeven dus niet gemeld te worden. Omroep Flevoland heeft vandaag een meldpunt geopend om de omvang van het probleem in kaart te brengen. Ook andere regionale omroepen en het landelijke meldpunt lerarentekortisnu.nl doen hieraan mee. Leerkracht Eddie Erkelens zit achter deze website waar ouders en scholen problemen door het lerarentekort kunnen melden. De eerste 6 jaar ben ik invaller geweest via een detacheringsbureau. En toen heb ik, ja, zelf was ik zo'n invalleerkracht. Toen heb ik ook gezien dat het probleem steeds groter werd om mensen te vinden. Dat er veel vacatures zijn, veel ziekenverloven waren en dat er dan gewoon niemand was. Uit de cijfers die Erkelens tot nu toe heeft verzameld, blijkt dat ook in Flevoland de problemen groot zijn. Vooral Almere heeft veel tekorten, ernstig tekorten. Het is echt net zo erg als in Amsterdam, terwijl juist die vaak in het nieuws komt. Dat in heel Flevoland gewoon heel veel kinderen les krijgen van een onbevoegd iemand. Bijvoorbeeld een stagiaire, een moeder, een docent die niet die les mag geven. En dat er op die manier best wel veel les wordt gegeven. Daarnaast zijn er volgens de meldingen in Almere 16.000 leerlingen naar huis gestuurd omdat er geen andere oplossing was. Door met behulp van het gezamenlijke meldpunt het probleem in kaart te brengen, hoopt Erkelens dat de ernst ervan duidelijk wordt en er een oplossing komt voor het probleem. Ten eerste moet het aanzien, de status van het beroep weer omhoog. Dat moeten we zelf als leerkracht ook doen. Maar ook een stuk salaris erbij en dat is momenteel niet haalbaar. Ja, soms wat incidenteel geld. Maar structureel erbij, zodat meer mensen voor het onderwijs kiezen en blijven kiezen. Dat het ook loont om echt in het onderwijs te werken. Dat zal een hele grote stap zijn. Ben jij nog aan het Instagrammen of Snapchatten? Dat kan echt niet meer hoor. En Facebook en Twitter, dat is al helemaal uit de tijd. Want in 2020 zit je namelijk op TikTok. De 17-jarige Nova van Brussel uit Kruil is inmiddels TikTok-idool. Ze heeft ruim 150.000 volgers. TikTok, dat is een mediaplatform waar je filmpjes op kan zetten van ongeveer 15 seconden. En af en toe ook filmpjes van echt een minuut, maar langer is dat niet. En ja, dan kan je filmpjes laten zien waar je mee gaat playbacken. Of je doet een dansje, of je gaat acteren. En ja, je kan allemaal verschillende dingen laten zien op TikTok. What? TikTok is het snelst groeiende social media platform van dit moment. Nova krijgt er elke dag volgers bij. TikTok zelf lijkt maar een getal. Maar als je het echt inderdaad gaat denken, dat zijn toch wel 3 stadions vol met mensen. En dan kan ik daar echt niet bij mijn hoofd. Heel bijzonder. Nova begon, net als andere tieners, met TikTok omdat ze het leuk vindt om creatief bezig te zijn met dansen en muziek. Nu is ze zo populair dat ze op straat herkend wordt. Ze is blij met de aandacht. Ik was vroeger echt een heel verlegen meisje. Ik zei niet zoveel in de klas, ik zat wel een beetje in een hoekje. Maar door dit heeft me wel echt veel meer zelfvertrouwen gegeven. Dus ja, ik merk ook wel dat ik in het echte leven nu ook veel meer enthousiast en weet ik veel wat allemaal ben. Zeg wel, het heeft me echt wel veranderd. Dat ziet haar moeder ook. Ja, ze is veel zelfverzekerder geworden. En ja, ze is een heel ander meisje als 10 jaar geleden. Ziet u ook nadelen? Ze zit wel heel veel op haar telefoon. Maar ja, dat is ook logisch, omdat ze gewoon heel veel op social media zit. En ik denk dat heel veel pubers dat hebben. Fans spreken Nova ook op straat aan. Meestal dan komen ze wel naar me toe en dan denk ik, ja, mag ik een foto, handtekening? Nou, vind ik allemaal helemaal prima, vind ik echt heel leuk. Als me herkennen. Nou, het is alleen maar leuk. Als we ergens lopen, dan komen mensen naar ons toe en die willen met haar op de foto of een handtekening. En ja, dat vind ik ook wel heel erg leuk om te zien, dat ze zo populair is. Volgens Nova en haar moeder zijn er vooral positieve effecten.
Toch zijn er ook minder leuke kanten aan TikTok. Zo krijgt Nova naast veel leuke reacties ook haatberichten. Waar mensen me herkennen, soms heb ik mijn haar wat voor mijn ogen, zoals nu ook wel een beetje. En daar krijg ik wel heel veel haat op. En dan denk ik, ja, weet je zo, dat is gewoon hoe ik mijn haar draag, prima. Maar nee, over het algemeen, ja, ik laat die haatcomments gewoon, doet me niet zoveel meer. Ik denk gewoon, nou prima dat jij dat vindt. Want anderen die zijn er wel gewoon blij mee. En ik ben zelf ook blij mee, dus ik blijf gewoon doen wat ik doe. En daar is ze erg druk mee. Want een TikTok-filmpje maken kost veel tijd. Ze kan wel 2 uur bezig zijn met het bedenken en opnemen ervan. Daarnaast studeert Nova voor dierenartsassistenten. Die studie wil ze wel afmaken, maar ze wil zeker verder met TikTok. Ze verdient daar nu ook geld mee. Ik kan bijvoorbeeld een reclameachtige video neerzetten. Dat wordt dan bewerkt door iemand. En nou ja, dan krijg je daar geld voor natuurlijk. Of als je naar een filmpremière gaat, dan kan je daar ook wel geld mee verdienen. Omdat jij aanwezig bent en daar weer reclame voor maakt. Dus ja, het draait heel veel om reclames. Nova hoopt in de toekomst op nog meer volgers en goede sponsordeals. Maar ze blijft sowieso filmpjes maken, omdat ze daar lol in heeft. De 23e editie van het zaalvoetbal 10 dorpen toernooi is gisteren gewonnen door SC Emmeloord. De Emmeloorders waren met de 6-2 te sterk voor FC Krachtburg. Verslaggever Han Dijkstra was er gisteravond bij in een bomvolle bosbadhal in Emmeloord. SC Emmeloord won de prijs mede door de goals van Bilal Bondati. Hij won ook de gouden schoen, dat betekent de topscorer van het toernooi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het ging lekker hè? Ja, het ging wel lekker. Het was wel moeizaam nog op het einde. Ik moest even wel wat goals maken om toch te kunnen winnen, maar het is gelukt. Laten we even de goals van Bondati op een rijtje zetten. En een volgepakte bosbadhal. Is dit zijn eerste. En even later dan. Hij wordt weer in de aanval. Prachtig gedaan. Bondati, zijn tweede goal van de wedstrijd. Bilal Bondati scoort de 4-0 voor Sportclub Emmeloord. Hier Emmeloord wordt bij zich gehouden. En de derde treffer. Nummer 3 voor Bondati. Bilal Bondati. En dan nog de nummer 4. En zijn laatste van het 10-dorpen zaalvoetbaltoernooi. Bondati kwam graag in actie tijdens dit sfeervolle toernooi. Ja, klopt. Het is heel gezellig. Met veel jongens die je ook kent. En je hoort het al weken van tevoren. Dan spreek je elkaar af. Ja, binnenkort is het toernooi weer. En iedereen kijkt er eigenlijk naar uit. Dus dat is wel mooi. Dan gaan we nog even de andere goals bekijken. Gerke Schaap. Met die wat trucjes. En zijn goal. Gerke Schaap. Van SC Emmeloord. Wiebe Koopmans. Ook hij maakt een treffer. Het werd dus 6-2 voor Emmeloord en kwam Krachtenburg dus ook nog tot scoren. Kijk eens wat een prachtige goal hier van Leon de Laviter. En dan nog eentje dan. Krachtenburg. Joost Potters krijgt uiteindelijk de bal voor zijn voeten. En daar is de 6-2. De titel ging dus met 6-2 in de finale naar SC Emmeloord. Een goede bewaker volgens mij hier voor de prijs. Maar wie is dit? Dit is mijn neefje. Laat me die beker zien. Kom maar. Ja, laat de beker maar eens even zien. Kijk eens. Ja, daar is hij hoor. Je bent ook trots denk ik hè? Ja. Nou goed. Gefeliciteerd en geniet ervan. Dankjewel hè. Kom goed. Doei doei. En dit was Flevoland voor vandaag. Wil je meer zien? Ga dan naar omroepflevoland.nl of download de app voor al het Flevolandse nieuws op je smartphone of tablet. Een fijne avond voor nu en heel graag tot morgen.